Sinds vandaag staat de ramp in de Japanse kerncentrale Fukushima te boek als een van de zwaarste ongelukken in de geschiedenis van de kernenergie. Want Japan heeft het ongeluk ingedeeld in de hoogste categorie van nucleaire incidenten, niveau 7. En daarmee heeft de crisis nu dezelfde kwalificatie als de Tsjernobyl-ramp in 1986. Ook al zijn er grote verschillen tussen beide ongelukken. Erg en nog erger. Het kan binnen die ene categorie 7 voor ongelukken. Toch zijn deskundigen het erover eens dat Tsjernobyl nog steeds bovenaan staat. Met meer straling en meer slachtoffers. In Tsjernobyl had je 30 doden acuut. En daarna duizenden doden die zeg maar, zijn gestorven. Omdat mensen die daar de boel moesten opruimen aan onverantwoord hoge stralingsniveaus werden blootgesteld. Nou, dat is ook in Japan niet het geval.